to you only. To you only. Haal nog maar eens een keer heel diep adem. En in de komende week moet je dat af en toe ook maar eens doen. Want als je even diep ademhaalt, dat je denkt, ja, krijgen we zomaar elke paar seconden gratis van onze Heer. Zijn adem in ons. Welkom bij deze dienst. Ook degene die later thuis weer meekijken. We hebben vandaag een prachtige spreker op Moederdag, Carola. Alvast een applausje voor Carola. En ja, mooi dat we vandaag een vrouw mag spreken. Vind ik geweldig. Het is vandaag Moederdag. En ik denk dat ik een bemoediging heb voor moeders. En ook vrouwen in het algemeen natuurlijk. Ik heb zelf altijd een beetje moeite met van die commerciële dagen. Dat je denkt, ja, het is een beetje door de retail opgepompt en vaak zegt het juist iets van wat het de rest van het jaar niet is, bij wijze van spreken, als je niet oppast. Hè? Van we maken het op één dag even goed waar we ons schuldig over voelen. Maar goed, ik besef ook wel even dat, ja, bij ons thuis was het vanochtend zelfgeknutselde cadeautjes en ontbijtje en noem het allemaal maar op. Maar goed, er zijn ook, denk ik, zusters die een heel ander gevoel hebben bij Moederdag, waar het misschien helemaal niet feestelijk is, waar je juist wordt geconfronteerd met afstand die er misschien is tussen jezelf en je moeder of jezelf en je kinderen. Dat je misschien met een vervelend gevoel kampt omdat je door de coronamaatregelen en zo misschien helemaal niet genoeg aandacht aan je moeder kon geven, whatever. Maar dan is ook vandaag het woord van de Heer levend en krachtig. Ten eerste staat in Jesaja 66... dat de Heer ons troost zoals iemands moeder hem troost. Dus we noemen God onze vader, maar tegelijkertijd mogen we hem ook zien als iemand die ons wil troosten, als een moeder. Maar mijn bemoediging voor deze ochtend komt uit een heel ander Bijbelboek. Ik las in 1 Timotheus. Daar zegt Paulus eigenlijk dat hij verlangt naar Timotheus weer te zien in de brief die hij schrijft. En dan staat er, daarbij, bij dat verlangen, herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Als je even verdiept in Timotheus, dan zie je dat hij, staat in Handelingen 16, dat Paulus komt in Derbe en Lystria en daar ontmoet hij Timotheus, een zoon van een Griekse vader en een gelovige Joodse moeder. En dan lees je even later dat Paulus Timotheus meeneemt en dat Paulus hem ook besnijdt. En ik liet het eens even tot me doordringen en toen dacht ik, je hebt een gelovige Joodse moeder die ook mee is gegaan in dat nieuwe geloof van die nieuwe Yeshua, van die nieuwe Jezus. Een Griekse vader. En die moeder moet best wel eens gedachten hebben van, ja, mijn opvoeding richting mijn kind, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Ik wil hem meenemen in de Joodse traditie. Maar blijkbaar heeft ze hem niet eens de gelegenheid gehad om hem te kunnen besnijden, bijvoorbeeld. Hè? Dus je ziet eigenlijk een moeder die gelovig is, een vader die ongelovig is. Dat spanningsveld zie ik een beetje vormen, hoe dat in zo'n opvoeding dan moet gaan. Maar even verder in 2 Timotheus schrijft Paulus ook dat hij van jongs af met de Heilige Schrift is opgevoed. En als je dan even terugleest in dat eerste vers wat ik net voorlees, ik lees het nog een keer. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw moeder en uw grootmoeder. Nou, dan zie ik dat zo voor me. Dat daar thuis toch
een sfeer was van liefde, van een niet-hypocriete manier van het geloof uitdragen. Van, ja, walking the talk, zeg ik altijd. Laten zien uit de daden van je leven wat je beleidt met je mond. En dan vind ik het zo bemoedigend dat je ziet dat Timotheus dan uiteindelijk eigenlijk de opvolger wordt van Paulus. En eigenlijk de hele verantwoording overgedragen krijgt. Dus moeders, als je thuis misschien een klein beetje ingewikkeld kan zijn, wil ik je gewoon bemoedigen dat je ongeveinsde geloof, je houding, echt wel gezien wordt. En dat je kinderen het gewoon ongemerkt ook meenemen. Dat is echt een bemoediging voor deze ochtend. Een tweede, het is zo heerlijk dat we in het gezin van God mogen zijn. Want het kan zijn dat je misschien nooit moeder geworden bent, terwijl je het graag wou. Dan leef je in een geestelijk gezin met mensen, broertjes en zusjes, kinderen, ouderen van allerlei leeftijden. En dan zou ik je ook uit willen dagen en uit willen nodigen om gewoon in die rol te stappen. Omdat in het gezin van de Heer en in het lichaam van de Heer echt behoefte is aan moeders. Dus al ben je zelfs biologisch geen moeder geworden, dan kan je alsnog in het gezin van God helemaal tot je recht komen. Dus gelukkige moederdag allemaal. En ik hoop dat het voor niemand een bijsmaak hoeft te hebben. En dat hij je op dit moment zegent. We zullen deze diensten aan de Heer opdragen. En dan gaan we heerlijk worshipen. En dan gaan we heerlijk naar Carola luisteren. En wordt het een fantastische ochtend. Ja, trouwe Vader. Wie zou u kunnen kennen, Heer? Als we gewend zijn om u te aanbidden als vader, dan openbaart u zichzelf ook aan ons als moeder. Heer, in een kant van bescherming, vertroosting, intimiteit, degene waar nieuw leven uit geboren wordt. En Heer, zo mogen we weten dat u ook deze ochtend aanwezig bent. Dat we de sores van de week weer even los mogen laten, achter ons mogen laten. Dat onze gedachten tot stilstand mogen komen. Dat we even los mogen komen van alles wat wij thuis hebben achtergelaten. Dat we hier mogen zijn in het gezin van God. Dat we hier mogen zijn in een plaats waar u zich wil openbaren. Dat we mogen weten, Heer, dat ons leven verborgen is in de Heere Jezus. Dat we mogen weten dat ieder die zijn hart aan u heeft gegeven, dat u daar zelf in bent komen wonen. Dat er geen afstand meer is tussen u en ons, Heer, dankzij u, Heere Jezus. Dankzij uw geweldige offer. En als we hier dan bij elkaar zijn, Heer, dan mogen we u verwachten. En dan willen we u ook verwachten, Heer. Dan zal het een dag zijn die niet zomaar voorbij gaat, maar dan zal het een dag zijn waarin woorden van leven geplant worden in ons hart, Heer. Waarin gedachtenpatronen zullen veranderen. Waarin uw troost en uw voorziening bij ons naar binnen zal komen. Dat plaatsen die veranderd mogen worden, veranderd zullen worden in ons en om ons heen. Dat situaties veranderd zullen worden, Heer, in ons lichaam als dat nodig is. In onze omstandigheden als dat nodig is, Heer. En we zegenen elkaar in uw naam. Heer, zegen de moeders, zegen de vrouwen, Heer, zegen de oma's, Heer, zegen alle dochters, Heer, die ook nog moeder zullen worden. Heer, dank u, Heer, dat uw nabijheid vandaag tastbaar en voelbaar is. Heer, en dat we, als we hier zo bij elkaar zijn, uw naam ook op mogen tillen. Dat we tegen onszelf en in de geestelijke wereld eigenlijk uit mogen zingen en uit mogen spreken dat u goed bent. Dat u boven alles bent. Dat u boven alles te vertrouwen bent. Dat u boven alles de voorziener bent. En onze hulp en onze toevlucht en onze troost. Heer, zo willen we u aanbidden deze ochtend. Heer, dank u voor Carola. Heer, dat u haar woorden van leven heeft gegeven. Dat het uit haar zal vloeien, Heer, als levend water. En dat iedereen deze ochtend die hier is, ja, precies mee zal krijgen, Heer, wat voor hem of voor haar door u is voorbereid. Heer, zo willen we
ja, vaten, voertuigen van u zijn, Heer, die uw woord doordragen en doorgeven deze ochtend. Heer, we danken u, we prijzen u. Heer, we zijn helemaal voor u deze ochtend, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Terug van weg geweest, komen wij thuis bij uw welkomstfeest. Met alles wat in ons is, roepen wij nu Abba. Bij u verdwijnt onze onzekerheid en vinden wij onze identiteit. Met alles wat in ons is, roepen.
Abba, wij zijn van u. In the kingdom of light, in the kingdom of light, forever under your dominion, you're the king of my life, you're the king of my life. Reign above it all, you reign above it all, over the universe. Over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. On the cross, the word was finished. God, you poured out your life just to give us new life. Now from the lips of the forgiven, here an anthem arise, 'cause Jesus, you're alive. You reign above it all, you reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all song, sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. You reign above it all. You set the darkness running out of an empty grave, now seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You set the darkness running out of an empty grave, now seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You set the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory and thrown on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, now seated alone in glory and thrown on the highest praise. You reign above it all, you reign above it all, over the universe. Sing hallelujah to the everlasting one.
There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Hallelujah.
Wat ontzettend heerlijk om weer zo met onze eigen band te mogen zingen. Geweldig. Nou goed, het is mij dus gevraagd of ik het zag zitten om vandaag hier te spreken. En ik moet zeggen, toen ik het berichtje kreeg van Wilma, toen overviel me dat enorm. Ik kwam ook echt gelijk allerlei redenen in mijn gedachten om het maar vooral niet te doen. En veel van die gedachten, moet ik zeggen, waren ook echt niet in overeenstemming met Gods woord. En maakte mij ook ontzettend onzeker. En daarbij, ik had net een beetje lucht gekregen. Ik ben met een opleiding bezig. En ik had een aantal deadlines afgerond. En ik wist dat dat niet voor lange tijd zou duren. Dat er weer wat deadlines aan zaten te komen. En ik dacht, dit moet ik gewoon niet op mijn hals willen halen. Een preek voorbereiden en dan ook de spanning die dat dan toch met zich meebrengt. Ik dacht, nou Heer, dit kan gewoon echt niet van u komen. Want u weet hoe druk dat ik het heb en ja, dat gaat me gewoon niet lukken. En ik besloot eigenlijk heel wijs te zijn. Ik dacht, nou, ik zal niet gelijk nee zeggen, maar ik zal heel christelijk naar Wilma appen dat ik ervoor zal bidden. Maar eigenlijk had ik zelf mijn keuze al gemaakt. Ik dacht van, het gaat hem gewoon niet worden. En ik had wel beloofd en ik geloof ook echt dat het goed is om voor bepaalde zaken te bidden. Dus ik ben er ook voor gaan bidden. En ik zeg ook, papa, weet je, zegt u het maar. Wat is uw wil hierin? Wat is uw plan met mij hierin? En ik spreek die woorden uit. En gelijk vul ik zelf het antwoord al in. Nee, het is absoluut niet de bedoeling. En je hebt het veel te druk en het zou echt niet verstandig zijn. En ja, ik heb ook al eigenlijk lang niet echt het woord van God bestudeerd. Ik heb ook niks wat op dit moment op mijn hart leeft. Dus ja, ik zou ook alles behalve geschikt zijn. Dus ja, ik vraag het u nu wel, maar eigenlijk weet ik het antwoord toch al. Maar jullie begrijpen dat het niet het antwoord wat ik van God gekregen heb, want anders zou ik hier vandaag niet staan. Op het moment dat ik die woorden uitsprak, kwam dus wel die sneltrein van gedachten, maar ik moest ze echt dwingen om dat te stoppen. Ik zei ook, Carol, stop nou even met die gedachten en probeer nou eens even stil te zijn. Weet je, en God had echt maar dit nodig, want op het moment dat ik heel even stil was daar die liefdevolle stem van de Heilige Geest. En die sprak van, waar had jij het nou juist vannacht over met jouw collega? Weet je, wat waren jouw woorden die je sprak over hoe dat ik tegen tijd aankijk en hoe over jullie tegen de bepaalde tijd voor bepaalde zaken aankijken? En ik wist eigenlijk direct waar God heen wilde. En ook Wilma bevestigde dat in zijn berichtje terug naar mij. En die zei, misschien moet je gewoon ja zeggen en erop vertrouwen dat God de rest doet. I know. Maar ja, dan moet je nog wel uitstappen. Dus vanaf dat moment dat ik dat berichtje ook kreeg van Wilma, wist ik eigenlijk wel dat diep van binnen dat het gewoon de bedoeling was dat ik, ja, dat ik het mocht gaan doen en dat ik er mocht gaan staan en daarmee mocht vertrouwen op Gods perfecte timing. En dat daarmee ook gelijk het onderwerp voor deze preek ook geboren werd. Maar goed, ik heb nog wel een paar dagen gewacht voordat ik het definitieve antwoord gaf. Want ja, dat betekende dus uitstappen.
En uitstappen is soms doodeng. Uitstappen maakt je kwetsbaar. En uitstappen betekent sterven aan jezelf en alles in handen te geven aan hem die voor ons gestorven is. Die voor ons gestorven is, maar na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. En die is opgevaren naar de hemel om ons de Heilige Geest te geven, zodat wij niet als wezen zouden achterblijven. De Heilige Geest die ons rust geeft en vrede geeft. Maar ook de moed en de kracht om op te staan. Om op te staan in de opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood werd opgewekt. Om zo in te kunnen spelen in Gods perfecte timing. Maar is Gods timing altijd wel zo perfect? Weet je, als we met onze eigen ogen naar bepaalde zaken kijken, ja, dan zouden we misschien kunnen zeggen dat dat niet altijd zo is. Ook ik vond het in eerste instantie alles behalve een perfecte timing om mij nu te vragen voor vandaag. Waarom niet gewoon over een aantal maanden, als ik weer in wat rustiger vaarwater zou zitten en ik dan meer tijd zou hebben om mezelf voor te bereiden? Maar het zou ook betekend hebben dat ik dan misschien meer de touwtjes in eigen handen had willen nemen en dat juist vooral van mezelf te willen verwachten. Maar nu kan ik niet anders dan het alleen van hem te verwachten. En te geloven, ja, dat dit zijn weg is en dat ik mag inspelen op zijn perfecte timing. Maar wat als Jezus dan toch nog 4 dagen te laat komt? Net als toen bij Lazarus. Dat is wel even door mijn gedachten gegaan. Maar kwam Jezus toen wel te laat? Dat was misschien wel wat de zussen Martha en Maria toen dachten. Maar Jezus, die zo ingespeeld was op God de Vader, die kwam precies op tijd. En die deed wat hij moest doen, ter ere van God de Vader, en wekte Lazarus op uit de dood. En zo mag ik ook vandaag vertrouwen dat de Heilige Geest mij de rust en de kracht en de moed en de woorden geeft om te mogen spreken tegen jullie. En vaak als we het hebben over Gods perfecte timing, dan denken we aan een situatie dat we in de wachtkamer zijn gezet. En we houden er niet zo van om te moeten wachten. We leven in een maatschappij dat we alles snel willen. Wachten is bepaald niet zo'n populair woord. En het motto van vandaag is eigenlijk een beetje zo: wat ik nu wil hebben, moet ik ook vandaag in mijn bezit hebben. En waar ik nu behoefte aan heb, moet ook vandaag bevredigd worden. En denk maar aan de slogans van de websites: vandaag besteld is morgen in huis. En eigenlijk vinden we dan soms nog dat we lang moeten wachten. En terwijl de maatschappij elke poging doet om het ons leven sneller en makkelijker te maken, werkt God vaak op een hele andere manier. In zijn verstand is er soms helemaal niks mis mee om af en toe een poosje te wachten. Wachten kan ook heel waardevol zijn. Het leert je namelijk ook om geduldig te zijn. En iemand die goed weet wat het is om te moeten wachten, is David. David die was nog maar 16 jaar oud toen hij door Samuel gezalfd werd als koning. Maar hij was uiteindelijk 30 toen hij pas koning werd. Hij heeft 14 jaar lang moeten wachten. En in die 14 jaar werd hij opgejaagd en door koning Saul, die hem liever kwijt dan rijk was. En toch bleef David hoopvol. Hij wachtte totdat God zijn belofte waar zou maken. Blijkbaar was het zijn tijd nog niet om koning te worden. Wacht op de Heere, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer, schrijft David zelf in Psalm 27, vers 14. We mogen erop vertrouwen dat in ons wachten God aan het werk is. En hij gebruikt ons wachten om ons te veranderen. Ik geloof enorm in de kracht en het belang van wachten. En wachten op Gods perfecte timing en de dingen eerst laten groeien, wortelen en ontwikkelen zijn van belang. Maar het gevaar van wachten is wel dat je passief kan worden. En passief wachten, dat zie ik een beetje als volgt. God geeft je soms keer op keer bepaalde
Die geeft je soms keer op keer bepaalde dingen op je pad. Om zo stapje voor stapje te kunnen wandelen in de weg die hij voor je uitgestippeld heeft. En die ook passen bij de gaven en de talenten die hij je gegeven heeft. Maar jij blijft op je stoel zitten en laat het allemaal aan je voorbij gaan. Ja, misschien komt het wel uit angst of uit onzekerheid. Of misschien omdat je bang bent voor wat mensen van je denken. Of misschien omdat je twijfelt of je het wel echt kunt. Of misschien omdat je gelooft dat het niet zo logisch is dat deze stap voor jou bedoeld is. Of omdat je bang bent voor de nog onbekende gevolgen die de stap met zich mee zou kunnen brengen. Weet je, en geloof me, want ik weet waar ik het over heb als ik dit nu zo uitspreek. Ook zo, dat is zo ook zo mijn struggle. Ook toen ze me vroegen of ik een opleiding wilde gaan volgen. Worstelde ik met al deze dingen. En ook toen Wilma me vroeg of ik het zag zitten om vandaag hier te staan. Worstelde ik met al deze dingen. Weet je, het is ook zo mijn struggle op sommige momenten. Maar ik heb wel geleerd dat als God je manna geeft, je wel op mag staan om de manna op te rapen. Je passief wachten is denk ik persoonlijk het wachten dat zich richt op je eigen kunnen. En waar dan angst al dan niet een grote rol speelt. En al dan niet de negatieve mening van andere mensen. Maar anderzijds hebben we ook het actief wachten. En een actief wachten is denk ik een van de mooiste dingen die we als mens kunnen leren. En mogen omarmen. Ja, en ook hier is daar work in progress, als ik het daarover heb. Maar wat is dat dan, actief wachten? Nou, een actief wachten zie ik als volgt. Dat is vertrouwen in God en dat wat jij vandaag doet niet uit eigen kracht is, maar dat God de weg voor jou bereid heeft. En dat hij je helpt bij de stappen die je neemt. En dat hij daar ook de kracht voor geeft. Weet je, actief wachten is niet de dingen er doorheen pushen die niet voor deze tijd zijn, voor dit moment zijn. Maar actief wachten is in de eerste plaats dat je weet dat God er niet om gaat om wat je doet, maar om wie je bent. En hij verlangt ernaar dat je jezelf bent. Dat je jezelf bent op de manier zoals hij je gemaakt heeft. De manier waarop jij liefdevol en met een blij hart naar jezelf kunt kijken. Dat je gelooft dat je een dochter of een zoon bent van de Allerhoogste Koning. En dat hij jou zo lief heeft. Even kijken hoor. Zo. Actief wachten is ook vertrouwen dat je weet hoe God jou gemaakt heeft. En dat hij jou op de plek zet waar jij voor bestemd bent. En dat hij alles ten goede zal keren, wat er ook komt op je pad. Ook al snap je het misschien niet altijd. En actief wachten is ook het proces omarmen. Het proces van groei omarmen. Want als wij iets zaaien in de tuin, dan staat er ook niet gelijk een hele plant. Dan moeten we ook wachten voordat het opkomt en voordat het gaat bloeien. En voordat we het kunnen oogsten. En dat is in het leven ook zo. Actief wachten is elke dag met God wandelen en hem vertrouwen dat hij vandaag, dat wat hij vandaag op je pad geeft. En dat je daar dan ook wat mee gaat doen. Weet je, God heeft ons niet de geest van angst gegeven, maar van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Wees ook betrouwbaar in de kleine dingen die God je toevertrouwt. Het laat je hart zien. En zo ziet God ook of hij jou meer kan toevertrouwen. En dat is ook echt een les geweest voor mij. Om de kleine dingen gewoon te doen die God je vraagt. En soms is actief wachten soms helemaal niks fysieks. Maar is het gewoon de roep van God de Vader die zegt, kom bij mij. Kom nou eens even lekker bij me zitten. Rust aan mijn voeten. Zodat je geestelijk sterker wordt. Dat je wordt opgebouwd om vervolgens vanuit zijn waarheid straks nieuwe stappen te kunnen zetten. Op Gods perfecte timing.
Goed, we hebben dus aan de ene kant als we het hebben over Gods perfecte timing. Over dat we soms moeten wachten. En aan de andere kant kan Gods perfecte timing ook ineens heel abrupt zijn. En op momenten dat je het zelf niet aan zag komen. Dus ja, zo ook dat ik dat berichtje van Wilma kreeg. Of ik het zag zitten om vandaag hier te staan. Ik kan je vertellen, ik kwam die ochtend, dat ik dat berichtje van Wilma kreeg, kwam ik uit de nachtdienst. En ik had die nacht had ik een gesprek met een collega. En zij vertelde mij over haar avontuur met God. En vorig jaar maart is zij ziek geworden. Zij heeft ernstig COVID gehad. En heeft heel lang geworsteld met de klachten die het nog gegeven heeft. Ze heeft een lang revalidatietraject gehad. En toen zij nog in de revalidatiefase zat, toen las zij iets over een studie theologie. En ze merkte dat haar hart hier heel blij van werd. Haar hart ging er sneller van kloppen en ze had er echt interesse naar. Maar haar verstand zei dat het allesbehalve verstandig zou zijn om daar nu mee te gaan starten. En zij is daarvoor gaan bidden. En uiteindelijk is ze in het proces van wachten is ze op gaan staan. En ze is in gesprek gegaan met onze leidinggevende. En ze is zo met haar van gedachten gaan wisselen over ja, de gedachten die zij had om eventueel die opleiding te gaan volgen. En onze leidinggevende, die stond daar, die trouwens geen christen is, die stond daar heel positief in. Ondanks dat mijn collega nog niet eens volledig weer aan het werk was en nog struggelde met de gevolgen van COVID. Nou, daarop is mijn collega heeft zich ingeschreven. En nadat ze twee keer bij die scholing is geweest, was ze plotseling van de een of ander moment volledig klachtenvrij. Ja, halleluja. Maar lieve mensen, het gaat hier niet om de genezing die zij toen gekregen heeft van God. Maar het gaat om het feit dat zij is opgestaan en stappen is gaan ondernemen, terwijl het menselijk gezien helemaal misschien niet handig of verstandig was om te gaan starten met die studie. En toen ze dat zo vertelde, ja, was ik zo verrast door Gods timing. En ik zei ook tegen haar, weet je, wat bijzonder. Weet je, wij kunnen soms zo op een bepaalde manier tegen een bepaalde tijd aankijken en denken, nou ja, vooral maar denken dat het niet de juiste tijd voor bepaalde zaken is, maar dat God dan toch zegt, ga. En dat Hij de weg voor ons bereidt. Ik wil jullie als slot nog meenemen naar het Bijbelboek Esther. Want ook daar staat een mooi voorbeeld over het feit dat wij soms zo anders kunnen denken over wat nu een perfecte timing is. In het gehele Bijbelboek Esther wordt de naam van God geen ene keer genoemd. En toch zie je door heel het verhaal heen dat het zo geregisseerd is door God. Om zo zijn volk te redden. Ik zal jullie kort iets vertellen over Esther. Esther was eigenlijk maar een heel gewoon meisje. Dus heel bijzonder dat God haar ook zo gebruikt heeft. Ik neem jullie kort mee in het verhaal. Koning Ahasveros is een groot man in die tijd. En hij was op zoek naar een nieuwe koningin, nadat zijn vrouw niet naar hem geluisterd is. Ik moet zeggen, ik ben blij dat we niet in die tijd leven, want anders was mijn man ook al een aantal keren geweest, op zoek geweest naar een nieuwe vrouw, denk ik. Maar goed, koning Ahasveros, een groot man, op zoek naar een nieuwe vrouw. En hij stuurt zijn hovelingen eruit om zo mooie meisjes uit te zoeken, die ook nog eens maagd zijn. En Esther, die bij haar neef woont, omdat haar ouders gestorven zijn, die wordt ook meegenomen door de hovelingen. En samen met de andere meiden komt ze op het hof van de koning. En daar wordt ze verzorgd en klaargemaakt om de koning te ontmoeten. En toen ze bij de koning kwam, staat er in de Bijbel, had de koning Esther meer lief dan alle andere vrouwen. En zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in plaats van Vasti. Esther, die verwierf genade
in de ogen van een ieder die haar zag. Maar toen ze daar stond om naar de koning te gaan, had ze geen idee wat haar te wachten stond. Ze was daar aan het hof geplaatst met een opdracht zonder dat ze het zelf wist. En niet lang nadat zij koningin geworden was, wordt er een nieuwe wet uitgeroepen. De wet van Haman. Met de ernstige boodschap dat alle Joden gedood moeten worden. Alle Joden. Maar Esther, de koningin, is zelf van Joodse afkomst. En wanneer Esther dit hoort, dan schrikt ze. Ze moet iets doen, maar ze weet niet echt goed wat. Maar Mordecai vertelt Esther dat ze haar plek moet gebruiken. En dat ze alles op alles moet zetten om het tij te keren. En ze moet naar de koning gaan om te zeggen dat dit niet kan. Maar naar de koning gaan is niet zo simpel als gezegd. Dit was als ware niet echt de perfecte timing om dit te vragen. Want iedereen die ongevraagd bij de koning komt, die wordt gedood. Iedereen die weet dat. Alleen als de koning je de gouden scepter aanwijst, als je bij hem komt, dan blijf je in leven. En Esther die was al 30 dagen niet bij de koning geweest. Dus ja, waarom zou hij haar dan nu wel ineens willen zien? Maar Mordecai is vastberaden. En hij laat Esther de volgende boodschap brengen. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijke paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Getuigt echt van een groot geloof. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben jij juist koningin geworden met een oog op een tijd als deze. En toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordecai geven. Roep alle Joden die in Susan wonen bij elkaar en vast met mij, vast voor mij. Eet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. En ook ik zal op die manier mezelf voorbereiden met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is het tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. En na 3 dagen hult Esther zich in een koninklijk gewaad. Ze neemt duidelijk haar positie in. Ze weet wie ze is. Haar identiteit en haar zelfbeeld zijn gezond. En van daaruit gaat ze naar de troon van de koning. En als deze haar ziet, voelt hij veel genegenheid voor haar. En hij reikt haar de scepter aan. En daarmee geeft de koning de autoriteit aan Esther om te spreken. En ziet zij de mogelijkheid om haar Joodse volk te redden. Wie weet ben je wel koningin geworden met een oog op een tijd als deze. Esther, het meisje dat koningin werd. Ze wist niet waarom ze daar werd geplaatst. Maar na dit voorval wist ze het wel. God zet mensen op een plek neer die voor hen bestemd is. En ook al zouden wij die plek misschien dwaas vinden, en ook al denken wij dat het tijdstip allesbehalve perfect is, God gaat zijn ongekende weg. Met Esther en met jou. Weet je, ik weet niet hoe jouw situatie is. En misschien heb je het idee dat je net als David aan het worstelen bent met de vijand, terwijl je wacht op de belofte die God jou eens gegeven heeft. Dan wil ik je nogmaals bemoedigen met de woorden die David zelf schreef. Wacht op de Heere. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heere. In het wachten is God aan het werk in jou. David was toen hij gezalfd werd nog niet klaar om de koning te worden die hij uiteindelijk geworden is. God is jou aan het klaarmaken. Omarm en misschien wel opnieuw. Omarm het proces en blijf betrouwbaar in de kleine dingen die God je toevertrouwt. Maar misschien denk je wel, ja, je zegt net, Esther die kleedde zich
in haar koninklijk gewaad. Ze nam haar positie in en dat haar zelfbeeld en identiteit gezond was. Maar ja, ik twijfel nog zoveel over mijn positie in Christus en wie ik nu uiteindelijk ben. Ik vind het zo lastig om op die manier naar mezelf te kijken, om dat te geloven. Dan weet ik zeker dat God jou vandaag uitnodigt om op te staan en om aan zijn voeten te gaan zitten. Hij wil woorden van waarheid over jou spreken. Hij wil jou geestelijk sterker maken en toerusten met de waarheid over wie jij bent. Jij bent door God uitgekozen. Je bent geheiligd en gerechtvaardigd. Je bent een nieuwe schepping en je bent gekocht en betaald met het kostbaar bloed van Jezus. Jij bent een zoon of een dochter van God. En je bent één gemaakt met Christus. Jij bent wat God zegt over jou, wat jij bent. Waardevol en geliefd. En leer jezelf te omarmen. Leer jezelf lief te hebben zoals God jou lief heeft. En zet die koninklijke kroon over je denkcentrum en leg de leugens af en omarm de waarheid. Of ben jij misschien wel degene die uitgedaagd wordt om op te staan, omdat je denkt dat het misschien niet de juiste timing is. Maar God reikt jou de scepter aan. Jij mag je plaats innemen die God voor jou heeft. Kom ik om, dan kom ik om. Dat is sterven aan jezelf. En wandelen in vertrouwen dat degene die voor jou gestorven is, al jouw werken al heeft voorbereid. Ik zou jullie eigenlijk willen uitnodigen om te gaan staan. Gewoon om een statement te maken. Weet je, ook al voel jij je misschien als David. Of heb je het idee dat je nog mag groeien. Of klop je hart sneller, omdat je weet dat je geroepen bent voor een tijd als deze. Om de weg te gaan die God je roept. Ik zou graag voor jullie willen bidden. Ja, liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel. Dank u wel, Heere, voor al deze mensen. Heer, u kent ze, Heer. U heeft ze zelf gemaakt. Heer, en u houdt van ze. Vader, en u weet door welk proces ze in het leven gaan. Heer, u weet of ze zich misschien voelen zoals David. En het idee hebben dat ze al zo eindeloos aan het wachten zijn op de belofte die u ze gegeven heeft. Maar u zegt, ja, wacht op mij. Wees dapper en vastberaden, ja, wacht op mij. Maar Heer, ik weet ook dat sommige mensen zo moe zijn van het wachten. En verlangen naar een doorbraak. Ja, Vader, ik wil dan ook bidden, Heer, vandaag dat die doorbraak mag komen. Dat diegene doorbraak mag ervaren in het leven. En dat de tijd van wachten voorbij is. Omdat ze op mogen staan in het nu, wetende dat het uw perfecte tijd is. Ja, Vader, dan wil ik ook bidden voor degene die soms nog zo onzeker over zichzelf zijn en twijfelen over hun positie in Christus. Dank u wel, Vader, dat u ze aan uw voeten roept. En dat u woorden van waarheid over ze uit wil spreken. Je bent mijn geliefde kind. Ik hou zoveel van je. Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Ik zal je sterk maken en moedig. Vertrouw op mij, zodat als de tijd daar is, dat je mag gaan. Ja, en Heer, voor de mensen die het idee hebben, ja, ik voel de klop aan mijn hart.
De perfecte tijd om op te staan is nu. Ik mag mijn stem laten horen. Ik mag laten zien wie u bent door mij heen. Vader, ik wil zo uw zegen over deze mensen uitspreken. Heer, dank u wel dat u ze toerust met hetgene wat ze nodig hebben. Ja, Vader, in alles, Heer, mogen we gewoon vertrouwen op u. U die al onze werken voorbereid heeft. Ter ere van uw naam. Opdat u zichtbaar mag worden door ons heen. Daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen. Verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar boven alle namen oversteken. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. Waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft.
gebed van Carola ervaar ik heel sterk dat er iemand of meerdere zijn die echt wachten. En de Heer wil zeggen, kijk niet langer naar het wachten, maar kijk omhoog naar mij. Dan wordt het wachten rusten en zal het komen waar je op wacht. Carola, dank je wel. Ik ben er een beetje stil van. Het proces omarmen, actief wachten. De manier waarop je ons ook meeneemt, zeg maar, in gewoon je persoonlijke worsteling eromheen. Het getuigenis eigenlijk dat dat ook is. Knap dat je het allemaal in, ik weet niet hoe lang het was, 20 minuten hebt weten te proppen. Hartstikke fijn. En ook voor degene die thuis meekijken, ik hoop ook echt dat je tijdens dat laatste moment ook op zal staan uit je stoel. Dat je op zal staan. Want misschien is het wel jouw tijd. Misschien ben jij wel op de plek waar je nu bent. Waar God jou precies voor heeft voorbereid. En dat vind ik ook altijd wel het moeilijkste. Het is vaak net die stap in geloof. Het liefst wil je het van tevoren weten. Maar de Heer daagt je uit om eerst die stap te nemen. En zal je dan bevestigen. Ik denk ook, Carola, dat jij nu ook heerlijk zit op je stoel. Omdat je weet dat je gehoorzaam bent geweest aan waar God je toe heeft aangespoord. En ik zegen je daarmee dat het heerlijk na zal gloeien. En dat ook de getuigenissen naar je toe zullen komen. Want ik geloof dat de kracht in het woord zat. En dat je ook getuigenissen zal horen die jou ook weer zullen bemoedigen. Even kijken, een paar mededelingen. We kunnen deze week nog klushulp gebruiken. Maandagavond, donderdag en zaterdag wordt er in ieder geval geklust. Nou, als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat het echt de laatste loodjes zijn. Het is schilderen, latexen,
laminaat leggen, wat afwerken. Heb je tijd en gelegenheid, meld je even bij Menno. Volgende week hebben we weer een worshipdienst. Voor degene die daar nog niet geweest is. Het is een dienst waarin we het format wat meer loslaten. In de praktijk betekent dat dat in ieder geval een groot deel, tot nu toe in ieder geval van de diensten, telkens gewoon heerlijke aanbidding is en muziek. Maar dat het gewoon wat makkelijker is om voor de diverse, gewoon om eens even de microfoon ook te pakken, om gewoon iets te delen wat je op je hart hebt gekregen. En omdat het niet zo ingekaderd is in een vast moment met een preek, hopen we en geloven we en weten we dat daar gewoon de Heer daar ook doorheen wil stromen. Het is niet dat wij al perfect weten hoe dat moet. Het kan zijn dat als je wel een keer geweest bent, maar je dacht, wat is dat? Kom gewoon de volgende keer weer. Want misschien is het ook wel dat de Heer iets door jou heen wil doen. Volgende week doen we het samen met de jeugd. Niemand weet eigenlijk nog precies hoe dat zal gaan, maar in ieder geval zal de jeugd ook een stukje van het woord delen of zal er wat het een en ander gebeuren. Meld je zeker even aan. Zou ik je toe willen aanmoedigen. Tot slot wil ik echt een zegen meegeven voor deze week. De shalom van de Vader. Echt zijn welzijn zijn. In je gedachten, in je hart, in je lichaam, in je omstandigheden. Dat zijn rust, zijn vrede, zijn goedheid in je huis zullen zijn. En dat hij merkbaar aanwezig zal zijn deze week. Amen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naar 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 boven alle namen. Amen.